Hoppa! Oh mijn god! Thomas Müller! God der goden! Yo dames en heren, mijn naam is Don. Welkom terug bij FIFA 18 Ultimate Team. Dit is op het moment ons team. En wij hebben 33.000 muntjes. Dus een nieuwe aankoop zit eraan te komen. Lewandowski, blijkbaar, wordt alsmaar goedkoper en goedkoper. Hij kost nu nog maar 170, zag ik net als laagste prijs. Dat is best te doen. Aubameyang daarentegen is 150, zie ik nu. Dus dat is ook flink in prijs verlaagd. We moeten zeker nog wel even sparen. Ik bedoel, we hebben nog maar 33.000 van zoveel. Dus laten we maar gauw een paar potjes doen. Onze eerste tegenstander van vandaag zal zijn Suricate Gang. En dat zijn heel wat informs. En ze zijn bijna allemaal Frans. God. Dan gaan we. Veel succes, meneer. Laat het een mooie wedstrijd worden. Oké. Prima, prima. Zo. En dan even open, hè. Ik heb hier Rodriguez. Dat is mooi. Op die 1-2. Dat is mooi. Ik zie Thomas, maar die kreeg hem niet helemaal lekker mee. Ik weet niet. Er zat een soort vertraging in de bal. Nu dan, Thomas. Oh, nee. Jammer, joh. Oh, joh. Die komt door. Oh, en die schiet hij net daarnaast. Lakke zet. Mooie poging. En dan gaan we. We wachten. We pasen. Konoplyanka loopt door. Naar binnen toe. Jammer. Poging 2. Waarom nou naar die persoon? Waarom nou weer? Zo dan. Zo dan. Thomas! Bijna! Goh, wat ongelukkig. Wat ongelukkig. Mijn speler zat tegen zijn rug aan te friemelen en toen struikelde die. En mijn andere speler was niet dichtbij genoeg en ik kon draaien, schieten. En dat was hem. Daarnaast had ik nog niet echt lekker de kans gekregen om even mijn spelletje te spelen. Maar we doen gewoon ons best. Maar ja, ik weet niet. Het is vervelend, want ik paas. Maar elke keer komen paasjes gewoon niet aan. Oh, prima. Prima. Tussen. Zo. Ja, dit is goed. Dat is niet goed. Die guy duikt er elke keer zo bovenop. Oh, Games. Jammer. En Arjen. En zo. Zo. Games. Schiet. Golasso. Lekker bezig, mijn jong. Bal meenemen en hup, doorgaan. Nee joh, oh mijn god, wat een ruimte hier. Achter het standbeen. Ik weet niet waarom hij zo fancy deed, maar dat was nergens voor nodig. Zo, en dan door. Oeh, komt niet helemaal lekker aan. Iets, Oké, prima. Prima. Tussendoor. Prima. Werner. Oeh, mooi schot hoor. Mooi schot. Zo, door naar Werner. Werner houdt in. Nee, houdt niet in. Wilde het wel, zat er niet in. 1-1 is de ruststand. Gebeurt tergend weinig. Hé, hey, Keita. Goed gezien, pik. En een Werner. En een Werner. Fucking, ik word gewoon obstructie. Hallo? Keita. Daar zijn we. En daar gaat hij. Kom op, cruisen. Kom op. Jij bent zo tergend langzaam. Ik weet niet wie er alweer in je nek zit eigenlijk. Dat is waarschijnlijk Varane. Het is een Franse rattenkop. Wat een pauperschot. Oké, die is goed. Die is minder goed. Zat hij net met schore poten tussen. Thomas. Pasen. Werner. Goed. Thomas. Ja, Thomas. Op een van de laatste minuten aan het eind. God, god, god. Hij flikt het hem. Past hem op. Past hem op. Past hem op. Hoe vaak moet ik nog op een knop drukken zodat mijn speler kopt? En dat was de wedstrijd. 2-1 is uiteindelijk de score. En we halen hem toch wel even lekker binnen. Ik had niet verwacht dat dit uiteindelijk positief zou eindigen. 1 winst staat gelijk aan 1 pakketje. Dat is een rare. Niet echt iets bijzonders. Engeland, doelman, Stoke City. Kijk eens aan. Jackie Butland. Al is het niet de meest overpowerde keeper uit 2017. Onze tweede tegenstander van vandaag. Waarom hebben ze allemaal informs en speciale kaarten? Dat heb ik niet, joh. Nou, gaan we. Veel succes. Jodio, later. Leuke wedstrijd. En hij heeft een gat voor me gecreëerd voor Arjen Robben. En die paast hem daar naartoe, Games krijgt hem niet helemaal lekker op zijn pootje. Maar Ederson weet hem alsnog te houden. Zo. En dan Müller. En dit is mooi. Alleen hij is niet snel, hè. Maar Arjen daarentegen wel. En schiet!
Ik had hem moeten pasen. Achteraf gezien had ik moeten pasen. Ik dacht, dat red ik wel, maar hij ging toch iets verder dan verwacht. Nou ja, kan gebeuren. Zo. Smeltzer loopt, Smeltzer gaat. Oh, en dat is een goal. Heel mooi gedaan. Mooi gewacht. Smeltzer kreeg uiteindelijk mooi gewoon het balletje toegeschoven. De tegenstanders stonden stil. En er ging zo het hoekje in. Arjen Robben is gevloerd, maar Piszczek loopt. Piszczek houdt in, paast hem terug. Oké. Zo. Werner. Paast, paast. Was een leuke poging. Dit is erg stom van me. Oeh, dat pakte goed uit uiteindelijk hoor. Jongens, dat hij las me. Zo, en dan aan de zijkant. Oeh, breek door. Dankjewel, Kono Plianka. Tussen, die sliding, die prutst het. Voor. Waarom kreeg Thomas niet geselecteerd? Wat? Bro, waarom schoffel je van achter? Nergens voor nodig. Kontzaki, get the fuck out. En dan geeft hij het op. Maar er is geen goal gemaakt. Ah nee, wacht, er is wel een goal gemaakt. Oh hey, gratis wedstrijd. We tellen dat van net maar gewoon eventjes als een winst. En bij een winst staat het gelijk aan een pakketje. We hebben hier een rare. Duitsland. Centraal verdediger Chelsea. Rüdiger. Oh, maar dat is een goeie. Rüdiger is een hele goede verdediger wat dat betreft. En daar vragen mensen zeker ook wel 3.000 voor. Kijk, dat is iets wat we meepakken. Onze derde tegenstander zal zijn. Weer iemand met informs. Ah, waar halen ze ze vandaan, joh? Veel succes. Laat het een leuke wedstrijd worden. En Rodriguez loopt. Timo Werner op zijn rechterpootje schiet. Ter Stegen houdt hem tegen. En Müller kon er helaas niet een knallertje van maken. Dus we hebben wel onze eerste poging gehad. Oh nee, het is een rechte stikseling daar. Dit is om te janken, dit. Oké, paasje. Oh, dit is prima. En die zit erin. Ja, dat is... moeilijk hoeft niet. Makkelijk kan ook. Die glipt er gewoon tussendoor. Golasso. Oké. Naar Smeltzer toe. Smeltzer verdedigt. Wordt even geschoffeld. Nou, en uiteindelijk had ik er geen voordeel uit. Dus we krijgen nu voordeel. Hoe ik dit moet gaan aanpakken is me echt een mysterie. Ik denk hier ongeveer. Komt-ie? Kan u Plianka. Je kan ook gewoon niet koppen. Je schampt gewoon even je kopje ertegen. Oh, dit is prima. En naar binnen toe. Goed zo, Arjen. De Werner. Ik ben ambitieus. Oh. En ik heb de bal. Vliebidi floep. Zo. Hier zo. Thomas. Oh. Dat was een direct schot. Beetje onmenselijk, maar... Nou, raak was hij toch niet. Prima. Prima. Dan maar zo. Eroverheen. Rodriguez. Oh, wat een pracht. Wat een ongelofelijke pracht. Goed afgewacht van Timo Werner. Rodriguez liep door. Zo eroverheen. Zo op zijn sloffert. Pof de hoek in. Hij komt steeds dichterbij. Steeds. Ja, dat was uit de draai. Dat is niet echt met kracht, mijn jongen. Zo. Oh, Werner. Komt er niet doorheen. Oh, wat krijgen we nou? Nee, wat krijgen we nou? God, dat werd nog gevaarlijk door de fraudeballetjes. Oh, Toprak, goed gedaan, jongen, goed gedaan. Komt-ie? Oeh, Tolisso zit erbij. Vervolg. Goed hoor. Hey, doe maar even zo. Oh, de helft is alweer voorbij. Oké. 2-0 is de tussenstand. We gaan de rust in. Waarbij de statistieken grotendeels in mijn voordeel wijzen. Maar hij heeft ook wel een goed aantal kansen op goal gehad. Zo, Thomas. Oh, dat is prima. De rechterpoot. En die zit erin. Die verdediger, daar kwam hij goed voorbij door gewoon eventjes in te houden. En je kon hem er zo daarna in poeieren. Goed gedaan, Pik. Wat is dat nou weer? Ja, maar dat is toch computer gestuurd? Waar de fuck slaat dat nou weer op? Het is gewoon letterlijk een paasje slecht doen. Een paasje. Hoe kan dat nou? Dit is geen eens een fout van mij. Dit is echt de fout van de speler. Zou zeker vermoeidheid weer een rol moeten spelen. Zo ouwe, het is een paasje. De tegenstander doet ook zo lekker veel hier. Mieter die bal lekker een kant op. Een rotschop ergens naartoe. Oh nee, toch niet. We pasen hem gewoon hier rond. Oh nee, toch niet, weet je. Dan doen we hem gewoon weer even daar naartoe.
Ja, dat is vervelend, hè? Dat is vervelend. Oh, wat een kwallenactie dit. Ja, hekel aan mezelf dat ik dit doe. Maar ja, als je niet aanvalt, dan kan ik dit blijven doen. What the fuck, zijn keeper is er! Ik schrik me de. Dat werkt gewoon, de keeper erop afsturen. En hij schiet en hij mist. En rennen, Rodriguez. Rennen met die Colombiaanse benen van je. Rat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 . Hup, inhouden. Pasen. In de handen van Ter Stegen. De bal die komt er nooit meer langs bij Ter Stegen. Top, 3-1. Eén pakketje alstublieft. Ah, dat is geen eens een rare. Laat maar. Laat maar. Met je glimlach. Oké, onze vierde en laatste tegenstander voor vandaag komt met een Premier League team. En hij heeft gewoon normale spelers. Hij heeft niet de absurde Chris Smalling. Hey, veel succes hè. Laat het een leuke wedstrijd worden. Thomas, ik moet zeggen, mijn tegenstander doet niet echt veel op het verdedigingsvlak. Het is voornamelijk stilstaan en dat vind ik, nou ja, tergend. Games, bijna. Bijna. Oké, zo dan. Dit had niet hoog gehoeven. Müller! Ik weet niet wat... Hij verdedigt niet. Het is heel... apart. Thomas! Nee, Schmeichel. Wat is dit nou weer? Excuse me? Lukaku? Dat was nog best gevaarlijk. Een hele aparte counter. Maar zie je, hij neemt geen haast om zeg maar mij af te snijden. Van een Plyanka naar Thomas. Thomas heeft vrij. Schmeichel zit er goed bij hoor. En dan gaat hij diep de bal op Rashford. Rashford loopt door. Geeft hem hoog naar Lukaku. Zit er niet in. Mkhitaryan heeft daarentegen de bal. Kan hij uiteindelijk voorgeven? Dat kan hij. Werkt deze guy op de voorgeefballen? Blijkbaar wel. Er zijn natuurlijk altijd mensen met een soort bepaalde speelstijl. En het is altijd heel gauw terug te merken. Wie op wat voor stijl speelt. Zo. En dan door naar Thomas. Oh, ja, dit is prima. Ja, dit is goed. Dit is wat ik... Zo! Hey. Hij duwde me even aan de kant. Ik had weinig controle over de situatie daar. Prima, prima. Zo. Games! Ik zit nu wel echt op de afstandsschoten, jongens. En het zal misschien een beetje misleidend zijn in de statistieken zo direct, maar... Ik denk serieus dat dit wel een kans maakt. Oh mijn god, ik heb hem nu gewoon de counter van je welste gegeven. Oh, dat is hem hoor. Toprak, goed gedaan hoor. Goed gedaan. Niet goed, niet goed. Oh, daar kan ik niks aan doen. Hier kon ik niks aan doen. De sliding die ik maakte op Lukaku zou mij gewoon de bal hebben moeten doen veroveren. Omdat het niet zo was, had hij de bal, was er een enorm gat ontstaan. Omdat Socrates niet meer in de verdedigende linie stond. Omdat hij sliding tackelde. Timo? Ah, kom op man! Dit moet toch een keertje raak gaan. Hij geeft mij elke keer zoveel ruimte. Dan zou je verwachten dat het toch nu of een keertje zou gaan gebeuren. Goed zo, Arjen. Goed zo. Goed zo. Zo. Ah! Nee! Nee! Ja! Ja, toch wel! Toch wel! Wat een fraude. Wat een fraude. Jij hebt fraude. Ik heb nu fraude. We staan weer kiet. Niet goed. Nee, wat? Oh, dit doe ik zo vaak. Dit doe ik zo vaak. Instappen om de speler tegen te houden om in de ballijn te komen. En dan zit ik er gewoon naast. Ik moet dan gewoon meelopen. Maar het feit is, als ik meeloop, dan loop ik sneller. En dan kan hij stopzetten. En dan heeft hij uiteindelijk alsnog alle ruimte. Dus, wat kon ik daaraan doen? Geen idee. Peace check. Goed gedaan, Pik. Goed gedaan. Toprak, kop hem door. Nee. Zit er niet in voor deze helft. 2-1 staan we achter. Zo blijkt me weer. De statistieken zijn puur in mijn voordeel wat betreft balbezit en schoten op doel. Maar dat heeft weinig zin als je gewoon letterlijk achter staat. Oké, zo. Werner. Ah, ik haat het feit dat hij niet met de standaard guy verdedigt. Hij verdedigt met een of andere guy... En hij stuurt geen eens R1 op me af. Hij stuurt geen eens een verdediger op me af. Hij laat het gewoon staan. En dat is zo irritant, omdat het zo'n onconventionele verdedigingsmethode is. Ik begrijp er niks van. Waarom de hel zou je dat willen? Zo, prima. Games. Oh, mijn god.
Kon er geen kracht achter zetten. Arjen heeft de bal. Moet hem terugpassen. Ish, ik weet het even niet. Even naar beneden toe. Kom op, hé. Kom op. Thomas, waarom ga je achter je man staan? Ik had je als aanspeelpunt nodig en je duikt weg. Koning Plianka, nu mag je gaan. Door naar Werner. Paast hem door. Arjen. Goed. Schiet. Arjen, jouw rechterpoot moet echt even onder het mes, hoor. God, god, god. Het mag echt even een keertje beter. Komt-ie? Hoe ging die over? Are you kidding me? Dat was helemaal niet zo'n harde kopbal. Timo Werner. Ja, kijk nou met welke guy die verdedigt. Dat is zo apart. Hij wisselt niet. Waarom wisselt hij niet van persoon tijdens het verdedigen? Hoppa. Oh mijn god. Thomas Müller. God der goden. Jongens. Wat een magnifieke goal. God. Wat een enorme pracht. Kom vanuit de corner. Moet iets weglopen van de eerste paal. Bof. Zo het hoekje in. Jongens. Ja, en dan door naar Arjen. Goed hoor. Komt-ie. Het is een beetje naar, jongens. Het is een beetje naar. Zo, Thomas, tussendoor. Ik zie je. Dankjewel. En dan gaan we. Zit iemand voor? Jemig, je... Heb ik nou weliswaar een penalty gekregen waar ik geen eens de controle over had? Ah, dat is wel heel erg naar. Oké, jongens. Daar gaan we, hè. God, dit kan je niet menen. Dit kan je gewoon niet menen. Ik kan gewoon geen enkele hoekschop gewoon meer raken. Gaan we weer, Thomas? Hij flikt het bijna nog een keer! Socrates op de fucking rebound! Thomas met de omhaaltjes! Jongens. Dit kan je toch niet menen? Dit kan je niet menen. Twee keer achter elkaar. Iets meer van de paal af. Thomas biedt zich aan. Pok tegen de paal op. Socrates staat op de plek bij de tweede paal. En tikt hem er zo in. Prachtig. God, doe het niet. Dank u. Ik heb inmiddels ook een paar wissels gedaan. Waaronder Gámez eruit, Robben eruit en Kono Plianka eruit. Ze waren allemaal een beetje moe. Dus ik denk, weet je wat? Doe het maar gewoon. Ja, zo. Kruse mag lopen. Kruse houdt in. Kruse gaat. Tikt hem door naar Werner. Werner loopt. Schiet. Schmeichel. Het is om te janken om langs jou te komen. Traoré. Gaat de hoek induiken. Of toch niet? Of toch wel? Ja, toch wel hoor. En geeft hem voor. Jarmolenko zat er met zijn kopje aan. Niet goed genoeg. Pas nou op. Oeh, Veerman. Goed gehouden, pik. Dit is ook echt zijn zoveelste corner. En ik vrees ervoor. En Veerman tikt hem net aan over. Goed gedaan. Komt-ie. Oh shit, eerste paal. Goed. Prima teruggekopt. Prima, jongens. Thomas. Prima. Kruse. Prima. Minder prima, want hij reageert zo laat met zijn verdedigingsactie dat ik er niet langskom. Maar we hebben daarentegen wel 3-2 gewonnen met daadwerkelijk misschien wel de mooiste goals die ik ooit heb mogen uitvoeren in de FIFA-reeks. En wonderbaarlijk is Lukas Piszczek man of the match. Nou, zo'n prima winst verdient wel een pakketje. We hebben een rare speler uit... Welk land is dat ook weer? Shit. Het is in ieder geval Kouyaté uit Senegal. Oké. En zo is in één aflevering ons muntaantal gestegen van 33.000 naar uiteindelijk 48.000. Wonderbaarlijke progressie. Gaat lekker, jongens. Maar dat was hem ook weer voor deze keer. Bij dit bedrag kunnen we helaas nog geen speler kopen die ik zou graag zou willen. Dus het houdt hier eventjes op. Bedankt voor het kijken. Wil je toevallig nog twee andere video's van mij zien? Ze staan naast me, daar kan je op drukken. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doei doei!